Met de komst van Zwembad de Drietip is in Nuenen ook begonnen met zwemmen voor revaliderende en gehandicapte mensen. Het REVAC bestaat dit jaar 40 jaar. REVAC betekent revalidatie en reactivering. Dit wordt voornamelijk bereikt door zwemmen in extra verwarmd water. Het REVAC telt zo'n 300 leden, bijgestaan door 100 begeleiders. Ook voor kinderen met een handicap is het REVAC actief. We noemden het geen gehandicapte vereniging, want dat vonden we dus vandaar dus dat we officieel REVAC, dus iedereen is een REVAC kind, zal ik maar zeggen. Nou, dat ging ook goed. Elk kind kreeg één begeleider. En dat groeide ook. We hebben op het ogenblik ongeveer 60 kinderen. En ook allemaal met een eigen begeleider. En ja, dat draait gewoon fantastisch. Het zwemmen gebeurt niet zomaar. Er is een medische screening en voortdurend toezicht tijdens de oefeningen. En mensen die lid willen worden, die komen eerst hier om in te schrijven. Ze bellen mij meestal op omdat ik mijn naam overal staat. Dan hebben we een gesprek met ze. Ze krijgen een formulier mee wat ze moeten laten invullen door huisarts of specialist, net wat het makkelijkste is. Dan krijgen ze een telefoontje van de fysiotherapeuten die hier altijd helpt. Dan komen ze met zwempak. Fysiotherapeut gaat even een praatje maken, kijken wat wel moet, of er hulp nodig is, dingen die niet mogen. En is voor hun het plaatje rond en kunnen ze gewoon zwemmen. De opbrengst van de sponsoractie, waar gaan jullie die aan besteden? Nou, ik weet niet of u het gezien hebt, maar daarin staat een lift. Want ja, veel mensen kunnen niet het water in, want die trapjes die zijn nog niet bepaald voor mensen die problemen hebben met de bewegelijkheid. Dus we hebben daar een lift en die hebben we al jaren. En die lift die is aan vervanging toe. We hebben er ook al veel onkosten aan gehad om het bij te houden, want dat moet natuurlijk een hele safe gevoel zijn voor de mensen. En dat is eigenlijk het hoofddoel, dat dat allemaal weer, dat meer attributen, wat kragen. Hè, we zijn er een beetje door. Ik heb nou toevallig in vraag en aanbod in de krant gevraagd voor een badrolstoel. En die heb ik wel eens meer via de krant gekregen. Dus op zo, want wij leven namelijk zonder subsidie. Dat is ons streven geweest. We hebben nog nooit subsidie gehad. De Wetters. Wie zijn jullie en wat doen jullie? Wij zijn carnavalvereniging De Wetters. We komen uit Neder-Wetter. En wat ons hoofddoel is, is een mooi stukje carnaval organiseren voor de dorpelingen uit Neder-Wetter en omstreken. De C1000 sponsoractie, wat gaan jullie met de opbrengst daarvan doen? De opbrengst van de C1000 actie zal meerdere doelen hebben, maar zoals misschien meerdere mensen wel weten, gaan wij dit jaar voor het eerst onze tent verlaten en gaan wij naar het nieuwe gebouw wat is klaargemaakt, waar ook wij ons toetrek zullen hebben. Daarin zal nog een heel stukje aankleding natuurlijk moeten gebeuren en daar zullen de nodige kosten gemaakt moeten worden. Drumfanfare Jong Leven uit Gerben. De drumfanfare bestaat uit een drietal kleine groepen. In de dansgroep, dat zijn de majoretten, het slagwerkgedeelte en het blazend gedeelte. In totaal hebben we ongeveer bij hun optreden een kleine 35 mensen in het korps. De C1000 sponsoractie. Wat gaan jullie met de opbrengst doen? Wat heel belangrijk is voor een drumfanfare, maar denk ik ook voor alle verenigingen, is jeugd hebben. En waar wij ons sponsorgeld vooral aan willen gaan besteden, of blijven besteden, is aan opleiding van jeugd. Je moet ervan uitgaan dat een jeugdlid wat zich aanmeldt voordat het mee kan doen in de korps, kost ongeveer 1500 euro. En daar willen wij graag ons sponsorgeld aan besteden.